Het is wel interessant, want we gaan het nog hebben over iets van bereikbaarheid. Over namelijk de snelheid op de provinciale weg. Ja, dat moet minder gescheurd worden. Tenminste, als het aan Veilig Verkeer Nederland ligt. De timing is denk ik niet toevallig met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur. De oproep is wel heel helder. Op provinciale wegen mag u nu nog 80 km per uur rijden. Dat moet 60 worden, vindt Veilig Verkeer Nederland. Bijna de helft van de dodelijke ongelukken gebeurt namelijk op zo'n provinciale weg. En dat terwijl ze maar 6% van het wegennet uitmaken. Dus moeten die provincies daar maar eens werk van gaan maken van die veiligere wegen. Al dus de club voor de strijd om die strijd voor verkeersveiligheid. Het is nu nog 80, het moet 60 worden. Goed idee. Nou, ik vind dat heel langzaam. Als ik heel eerlijk ben. Ja, je hebt van die wegen, ook op weg hier in Hilversum, dat je denkt, ja, dat is zonder enig risico 80, zou je zeggen. Soms niet, dat kan zo zijn. Dat zijn misschien de gevaarlijke trajecten. Maar ik vind 60. Ik heb wel eens achter iemand gezeten op zo'n provinciale weg die 60 ging rijden. Nou, dan ben je er eigenlijk met alle geweld langs. En dat mag niet, dat is een doorgetrokken streep. Ja, als dan iedereen 60 rijdt, dan maakt het niet uit natuurlijk. Nou, dan vind ik dat je met z'n allen te langzaam rijdt. Ja, kijk. Ik denk dat het goed is om te kijken naar de hele gevaarlijke provinciale wegen waar veel ongelukken gebeuren, waar veel slachtoffers vallen. Dat je daar kijkt naar het verlagen van de maximum snelheid, maar dat je gewoon op wegen waar het kan, hè, waar relatief veilig gereden wordt, dat je daar gewoon in principe 80 kan houden. Maar ben jij niet bang dat mensen dan dus juist heel gevaarlijk gaan rijden? Dat als je 60 moet rijden, dat er gewoon van die piraten, die gaan er gewoon omheen. Toen 100 kilometer kwam, zijn we ook gewoon... Ja, dat vind ik... Dat vind ik, dus iedereen dat ben ik wel met je, maar dat is toch iets anders. We gaan snel door, want we willen het nog iets over iets anders hebben. Maar we willen ook nog even weten wat voor weer het wordt.